Dit is aflevering 46 van Gedero TV en deze keer gaan we een schutting maken van brede zwarte planken en deze monteren we verticaal. In aflevering 34 van Gedero TV heb je al kunnen zien hoe je een frame maakt om een schutting te maken waarbij de planken over de palen heen gaan en zo krijg je een heel mooie, ja, eigenlijk een hele mooie moderne schutting, een mooi één geheel wordt. Je ziet helemaal geen palen meer. Dus kijk even terug voor details in aflevering 34, hoe je van 4,5 bij 7 hardhouten balken een dergelijk frame maakt. En dan ga ik je nu laten zien hoe je die heel mooi met zwarte planken kan bekleden. Ik ga dus een schutting maken van deze zwart gekoote planken. En ik zeg er even nadrukkelijk bij gekoot, want dat betekent dat ze echt zwart gespoten zijn en niet zwart gedompeld. Nou, wat is nou het verschil? Nou, bij zwart gespoten blijven de planken ook zwart. Ze zijn echt twee keer door een verfstraat gegaan en echt zwart gespoten. En heel anders dan bij zwart gedompeld, dan gaat het even in een zwart bad en er weer uit. Ja, dat blijft gewoon niet zwart. Dat is na een jaar is het alweer grijs. Dus wij werken graag met deze zwart gekoten planken. Het mooie is, ze zijn extra breed, 20 centimeter breed. Ze kunnen ook ongeveer 4 centimeter tussenruimte aanhouden. En dan maken we straks weer een plank aan de achterkant. En zo, ja, voorkom je dat hij doorkijk heeft. En tegen het inscheuren gaan we wel even op twee plekken voorboren. Dat zorgt ervoor dat hij niet gaat scheuren. Dit doen we ongeveer op 1/3 en op 2/3 van de plank. We zorgen natuurlijk voor even een lange waterpas bij de plank langs. Zo weten we zeker dat hij mooi recht loopt. En dan kunnen we hem nu vastschroeven. Bij deze planken hoort natuurlijk ook een zwarte schroef. En dit is een speciale schroef, wel van RVS. Dus goede kwaliteit die niet gaat oxideren. Maar met een mooie zwarte kop. En deze zorgt ervoor dat de plank mooi wegvalt. Ik ga er nu eentje vastschroeven, dan kan je dat mooi zien. Ik heb even een afstandhoudertje gemaakt, zodat ik precies weet dat mijn schroeven op 1/3 en op 2/3 in het midden van de plank komen. En in mijn geval moet ik ongeveer 4,5 centimeter vanaf de bovenkant blijven. Zo kan ik ze allemaal even voorboren voor de bovenzijde en daarna monteren. Dat werkt een stuk sneller en makkelijker. En de middelste en de onderste, ja, dan is dan eigenlijk nog een eitje om te doen. Ik ben even aan de achterkant verder gegaan. Ik heb de eerste twee planken aan deze andere kant erop zitten. En ik wil natuurlijk aan deze zijde de plank precies zo hebben dat je minimale doorkijk hebt. Nou, hoe bereken je dat nou? Als volgt. Je neemt de plankbreedte, die is 20. Je neemt je tussenruimte. Ik heb hier gekozen voor 5 centimeter. Dat is ook meteen echt het maximum. Dat tel je bij elkaar op. Dat is 25 centimeter. Deel je door 2. Dat is 12,5 centimeter. En die 12,5 centimeter... die pak je als afstand waarbij je van de rand af blijft. En daar begin je met het monteren van deze eerste plank. Ook hier weer even de lange waterpas erbij. Ik kan nu een beetje gang erin krijgen met het monteren van de planken. Ik heb daarvoor een afstandhoudertje gevonden. Dat is een mooi balkje van 5 centimeter breed. En controleer ook steeds even met de waterpas of het nog recht is. Zo heb ik eigenlijk steeds een dubbelcheck. We hebben nu één zijde helemaal bekleed. En je ziet het mooie van het werken met losse planken is... ten opzichte van kant-en-klare schermen, die vaak 1,80 bij 1,80 zijn, is dat je met deze planken heel variabel bent. Je komt eigenlijk altijd mooi uit. Je kan nog een beetje spelen met de tussenruimte. Dus door in het begin even de totale maat op te meten die je wil bekleden met je verticale planken, kan je kijken van nou moet ik 3, 4 of 5 centimeter tussenruimte aanhouden. En zo is het eigenlijk altijd wel mogelijk om precies mooi uit te komen. En dat is het grote voordeel van het werken met losse planken ten opzichte van kant-en-klare schermen.
Je ziet, de planken zitten aan beide zijden erop en het wordt gewoon een heel mooi strak geheel. Dat is zo gaaf aan deze manier van schuttingen bouwen. Wat je nog kan doen is met zwarte bijts toch even de schutting nog één keer zwart maken. Zo wordt hij echt pikzwart en dan hoef je echt jarenlang niks te doen. Want toch door het zagen, hè, zoals hier hebben we de planken afgekort steeds op 1,80, krijg je toch ja, wat blanke randjes te zien. En door het vervoer van de planken naar je locatie krijg je toch wat beschadigingjes. Dus nog één keer aflakken is wel aanbevolen. Ik maak de planken dus nog één keer mooi zwart. Ik had er ook voor kunnen kiezen om de tussenbalken, het raamwerk zeg maar, ook zwart te maken. Dat heb ik niet gedaan. Ik vind het wel leuk afsteken. Maar dat is aan jou de keuze of je dat wel of niet wilt. Je ziet, ik heb de schutting mooi zwart gebijst. Het voordeel van deze schutting is dat je aan twee zijden gelijk is, doordat de planken om en om gemonteerd zijn. Verticaal zorgt er ook voor dat het lastiger overheen te klimmen is. En het geeft je tuin optisch, ja, het maakt je tuin optisch groter. En ook qua prijs heeft het een belangrijk voordeel, want ook deze planken, de zogenaamde poddekselplanken, die je zo kan stapelen, die zijn een stukje duurder. En dan moet je eigenlijk ook nog de andere kant stapelen, zodat je buren een precies hetzelfde aanzicht hebben. Dus deze manier van werken heeft een hoop voordelen. Nou, wil je deze planken en materialen voor het raamwerk terugzien? Ga dan naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 46. En dan vind je alle materialen weer terug.